Ik moet overleven op dit ene blokje. Alleen de hele map om mij heen, die is van lava. Ik heb al 2 blokjes gestuurd, want onder mij zit 1 blokje. En als ik dat blokje weghaal, krijg ik telkens weer een nieuw item. En het leuke is, de items die worden steeds beter. Alleen, er is 1 probleem in deze wereld. Ik kan niet minen. Ik weet dat ik hier diamonds uit kan krijgen, alleen waarschijnlijk niet heel veel. Dus bij elke 1000 likes die wij op deze video krijgen, krijg ik 1 diamond. En die kan ik echt heel goed gebruiken. Dus vergeet zeker niet te liken. Oké, we gaan weer even wat verder hakken. Ik heb nu hout. Ja, wat krijgen we nog meer? Een chest. Oké, wacht. Met dat dirt kan ik het al iets groter maken. Hier onder mij zat 1 blokje bedrock. Dus ik kan nu naar beneden. Op deze manier kunnen wij heel goed zien waar dus het zeldzame blokje zit. Die wij de hele tijd kunnen hakken. Maar we gaan de chest openen en we krijgen 3 appels. Oké, hier heb ik echt helemaal niks aan. Waar ik ook bang voor ben, als ik hier hout plaats, gaat het dan in de fik door de lava? Ik heb geen idee. Nou, weet je wat? Dit blokje laten wij hier zitten. We gaan het gewoon even proberen. Ik ga eerst de chest weer even lekker weghakken. En krijg ik nou een nieuw item? Ja, we krijgen weer hout. Oké, ik zeg je eerlijk, dat hout dat kan ik best wel gebruiken. En dit dirt wat we nu krijgen, kan ik ook best wel gebruiken. We krijgen nog meer dirt. Oké, dit is lekker. Nu kan ik mijn eilandje een stukje groter maken. En waarschijnlijk, hoe meer dirt ik hak, hoe beter uiteindelijk de items worden. Maar kijk, zo, het eilandje is wat groter. En oh ja, het staat in de fik. Ik zei het toch. We kunnen gewoon geen houthuizen maken, denk ik. Maar voordat we verder gaan in de OneBlock, wil ik even zeggen dat iedereen die op mijn kanaal abonneert een shout-out krijgt. Wil je nou ook een shout-out, zoals deze mensen die nu in beeld staan, dan moet jij nu even abonneren op mijn kanaal. Want dan zorg ik ervoor dat jij in de volgende video ook een shout-out krijgt. En ondertussen staat mijn eiland in de fik. En ik ga ook eens in de zoveel tijd abonnees laten bouwen in mijn OneBlock om mij te helpen. Dus wil je mij helpen, dan moet je ook abonneren. Oké, wacht, dat hout gaan we weghakken. Kan ik dit nog even krijgen? Want anders is het zonde van mijn hout. En ja, oké, top. Volgens mij gaat de rest niet in de fik en deurt in ieder geval niet. We gaan gewoon even lekker verder blijven hakken. En tot nu toe krijgen we letterlijk alleen maar hout en dirt. Ik vind het niet heel erg. En wow, wat gebeurde daar? Er zijn 10 fases, staat hieronder. Oké, wat voor fases? Elke fase heeft een thema. Dus nu hebben we waarschijnlijk gewoon een normale biome thema. Dus wak je het hout er even weg. Wat krijgen we dan? The first phase is plains. Geen idee wat dat betekent. Weet je wat? Wij blijven gewoon even lekker hakken. En oh, wow, wow, wow. We hebben een big. Er staat ook dat er mobs kan sparren. En nu ben ik best wel bang. Dus die mob in het lava valt, dan heb ik echt een heel groot probleem. Oké, ik ga trouwens even wat doen. Ik ga even een crafting table maken. Zo. Een andere crafting table die zet ik... Nee, dan gaat het in de fik. Oh, ik moet slim zijn. Ik zet hem hier neer. Hopelijk gaat hij niet in de fik. Maar dan kan ik, als het goed is, als ik dit doe, op deze manier even een X maken. En dan gaat alles een stukje sneller. Oké, varken, blijf hier. Ik heb je namelijk nodig voor eten, oké? Hebben we weer wat dirt? Krijgen we nog meer dirt? Kijk, dat begindirt kan ik wel gebruiken om het steeds groter te maken. Ons eilandje ziet er nu echt al een stuk beter uit dan net. Maar we hebben een chest voor ons neus. Wat zit erin? Een appel en seeds. Oh, dit ga je niet menen. Kijk, die seeds zijn wel chill, want ik moet natuurlijk wel wat te choppen hebben. Maar ja, ik heb geen water, dus ik heb helemaal niks aan die seeds op dit moment. Kom aan, geef me water. Nee, natuurlijk, we krijgen weer hout. We krijgen weer dirt. Oh, de items zijn op dit moment zo slecht, hè. Dit is niet normaal. Weet je wat? Ik blijf hier gewoon lekker hakken, totdat ik heel veel hout heb en heel veel dirt. En dan gaan we gewoon kijken hoe groot wij het eiland straks in 1 keer kunnen maken. En oeh, we hebben een nieuw item. We hebben gravel. Heb ik wat aan gravel? Ik denk het niet. Blocks like gravel fall down. Ja, dat weet ik. Dus ik moet daarvoor uitkijken. Dit kan ik niet gaan neerzetten. Kijk, ik kan dit hier neerzetten, want ik er aan heb geen idee. Maar we hebben natuurlijk weer wat dirt, dus ik kan het eilandje ietsjes groter maken. Varken, hier blijven. Jij mag niet er vanaf vallen, oké? Begrepen? Laat in de comments even weten of ik mijn varken een naam moet geven. De comments met de meeste likes. Het gaat gewoon de naam worden van mijn varken, oké? Nou, we gaan lekker verder hakken. Zo, weer lekker wat hout. En weer gravel. Kijk, hier heb ik dus echt helemaal niks aan. Place a block under the infinite block. Ja, die heb ik al. Ik weet niet of jullie het net zagen, maar er staat dus 1 blokje bedrock onder. Die staat daar, want als die daar niet staat, dan heb ik best wel een probleem. Oké, we hebben weer een kist. We krijgen water. Oeh. Ik kan nu hier water gaan gooien en dan wordt het allemaal obsidian. Alleen, dat vind ik best wel een beetje vals spelen, dus dat gaan we niet doen. Wat ik wel kan doen... Wacht, ik moet even kijken hoor. Ik moet dit even slim gaan aanpakken. Hoe ga ik dit doen? Ik moet een soort van farmpje maken. Dus ik denk dat wij eventjes omhoog gaan. Zo. Ja, en nu heb ik letterlijk geen blokken meer. Ik wil gewoon een farmpje maken. Dus ik wil eigenlijk iets omhoog gaan hier. Zodat ik dat kan bouwen. Want ik kan best wel wat eten gebruiken. Want we hebben nu eindelijk water. Maar de kist gaan we weer weghakken. En ik moet uitkijken dat ik hier niet naar beneden val. Varken, je staat ook best wel onderweg. Ga weg. Oké, het kist hakken wij weer weg. Wat krijgen we nu allemaal? We krijgen weer dirt. Oké, hier ben ik blij mee. Want ik zeg je eerlijk, die dirt kan ik nu best wel gebruiken om mijn eiland gewoon een stuk groter te maken. Alleen die gravel daarentegen, daar heb ik dan weer niet heel erg veel aan. Oké, we hebben weer 2 dirt. We zetten er hier 1 neer en hier 1. Zo. Ga gewoon weer lekker verder hakken. Come on. Oh, wat krijgen we nou? Ready for an adventure? Ja, ja, ja. Kom.
kom maar op. We gaan hem weghakken. Wat gaan we krijgen? Bim. Oeh. Huh? Wat gebeurt hier allemaal? Waarom komen er hier allemaal hartjes vandaan? Dat ga je niet menen. Wat zit hierin? Oeh. Een oak zeppelin. Een torch. En natuurlijk even weer wat hout. Kijk, hier ben ik best wel blij mee. Alleen, ik ben bang. Heb ik iets gesloopt? En waarom is hier bedrock? Kan ik dit weghakken? Wat gebeurt er? Waarom moet... wat gebeurt hier? Oké, ik vind het helemaal prima. We hebben hier een boom. Die boom gaan we even lekker neerzetten, zodat ik heel veel hout kan krijgen. En wij hebben ook weer wat dirt erbij. Dus ik kan het weer even ietsjes groter maken. Kijk dan hoeveel hout ik heb. Maar ik heb daar nu letterlijk helemaal niks aan, hè. Het belangrijkste wat ik nu moet doen is mijn eiland zo groot mogelijk maken. Trouwens, ik zei dat ik daar niks aan had, maar ik ga gewoon een schep maken. Dan kan ik even heel gauw dat dirt weghakken. Ook al is de schep van hout en gaat het niet heel erg snel. Maar boeien, het is een begin, oké? Zo, lekker heel veel dirt. Dan hebben we iets weer van 10 dirt erbij op dit moment. En dan wil ik jullie even uitleggen wat ik net wou doen. Kijk, ik moet hier even een soort van vierkantje maken. Hoe ga ik dit het slimste aanpakken? Doen hier dirt, hier dirt, hier dirt, hier dirt. Zo, ja. Wat ik dan ga doen, ik pak even weer wat sticks erbij. En op deze manier kan ik een hole maken. En dan, wacht. Kijk, we hebben een bucket met water. Die zetten wij hierin. Dan doe ik dit. En dan, hoppakee. Ja. Op deze manier kan ik dus even wat eten krijgen. En kijk hoe lelijk mijn eilandje op dit moment eruit ziet. Varken, jij moet bij mij blijven, oké? Ik ga jou helpen. Wij gaan dit samen overleven. Maar eerst ga ik weer even lekker wat blokken hakken. Want ik krijg nu letterlijk alleen maar hout en dirt. En daar ben ik niet heel erg blij mee. Laat trouwens in de comments even weten. Terwijl mijn varken bijna zelfmoord pleegt. Laat trouwens in de comments even weten wat ik moet gaan doen op dit eiland. Ik ben heel erg benieuwd, want op dit moment kunnen wij niet heel veel doen. Ik moet gewoon zoveel items verzamelen. En het eiland moet gewoon telkens groter en groter worden. En we krijgen weer wat nieuwe items. Ik heb klei gekregen, ben ik wel blij mee. Maar we krijgen ook pompoenen. Pompoenen, dit zijn geen pompoenen, dit zijn meloenen. En als het goed is, kan ik die weer plaatsen. Hoe plaats ik die meloenen? Ik heb geen idee. Ik heb water nodig, denk ik. Weet je wat? Dat doen we later wel. Ik heb hier een chest, die kan ik wel gebruiken. Ik heb er zelfs meerdere, die zet ik even neer. En hier ga ik gewoon even allemaal spullen inzetten. En ik hoop niet dat mijn chest in de fik gaat, dan heb ik best wel een probleem. Ja, mijn crafting table gaat ook niet in de fik. Dus ik denk dat dat op zich wel moet kunnen. En hier doe ik gewoon even lekker al mijn eten in, want die ga ik nodig hebben. Oké, we gaan weer even lekker verder met graven. Geef me even al dat dirt. En oh, we hebben een nieuw houtsoort. Oké, daar ben ik ook best wel blij mee. Die kan ik ook wel gebruiken. Alleen toch denk ik dat ik het eerste huisje wel met de oak planks ga maken, want daar heb ik gewoon een stack van. Uit het niets krijg ik opeens 2 varkens. Oké, het eiland is veel te klein voor ons 3. Ik ga het even groter maken. Dus zo, ik heb even lekker wat dirt. En ik ben zo bang dat ik naar beneden val. Als ik nu naar beneden val, zijn gewoon heel veel spullen in één keer weg, hè. Ik wil trouwens even een shout-out naar Jordi doen, die mij heeft geholpen met het bouwen van deze map. Oké, varken, kijk uit. Je valt er letterlijk bijna vanaf. Oké, geef me dat klei. We krijgen weer lekker wat hout. Zo. Ik kan niet wachten tot wij gewoon even lekker cobblestone of zo krijgen, want dan kan ik betere tools maken. Want die houten tools zijn nu gewoon al bijna kapot. En we hebben weer een nieuw blok. Kijk, nu hebben we wel een pompoen. Kijk, die kan ik even gebruiken. Alleen, wat kan ik ermee? Ik ga hem lekker mooi neerzetten. Zo. En verder is het gewoon weer alleen maar dirt. Oh, wow. Ik schrik me dood. Er staat hier opeens een koe. Oh, ik moet straks echt even hokken gaan maken voor die dieren. Voordat ze overal heen gaan lopen en gaan ontsnappen. En een boom. Random is mijn boom gegroeid. Maar die boom ga ik even lekker weghakken. Daar hebben wij weer heel veel hout erbij. En dan is het belangrijk dat ik natuurlijk wel wat saplings pak. Oké, boom, ga jij maar lekker afbreken. Saplings komen naar mij toe. En de koe, jij staat heel erg in de weg. Oké, ik heb weer 14 dirt. We gaan het ietsje breder maken. Want ik vind het echt veel te smal. Zo, dan is het weer wat groter. Daar een blokje en daar nog een blokje. En ik zit te twijfelen. Ga ik een hokje maken? En trouwens, ik kan die varkens niet eens lokken. Want dan kan ze niet meenemen, want ik heb geen wortels. Ik denk dat er niks op zit dan gewoon even lekker gaan verder graven. En gewoon zoveel mogelijk terrein creëren hier. We hebben weer lekker wat dirt erbij. 9 blokjes. Die gaan we weer neerzetten. En nee. Kom bij mij. Weet je wat nou zo jammer is? We hebben zoveel hout, maar ik kan er helemaal niks mee. En oh, ik heb echt een heel goed idee met de gravel. Als ik de gravel meeneem, hè. Al het gravel wat we krijgen. En al het zand. Noem maar op. En ik plaats het telkens hier onder mij, hè. Kan ik dan niet uiteindelijk daaronder zien te komen zonder dat ik doodga? We gaan het gewoon proberen. Kijk, dan zetten we... Ik heb even 1 blokje dirt nodig. Zo, dank je. Volgens mij deed ik het hier. Dan zetten we hier een blokje dirt. Dus dit moet ik even onthouden. Hier moet ik telkens gravel gaan neerzetten. En dan kunnen we gewoon net boven het lava komen. Maar we hebben een kist gevonden. Alleen, wat zit er in die kist? We gaan klikken en ladder. En melon seeds. Melon seeds, die kan ik wel gebruiken. Kan ik die plaatsen ergens? Hoe werkt dit? Oké, ik heb er 1 geplaatst. Of het nu ook gaat werken, ik weet het niet. Maar de kist gaan we weer even lekker weghakken. Come on, geef me nog meer items. En we krijgen dirt. En we hebben weer een nieuw dier. We hebben een schaap. Oké, we hebben nu een koe. We hebben 2 varkens en we hebben een schaap. Ik denk dat het tijd is om toch eerst even een hokje te maken. Alleen eerst moet dit weed even groeien. En het gaat nog wel even duren. Maar nogmaals, per 1000 likes krijg ik voor jullie een diamond. En die kan ik heel goed gebruiken.
gebruiken. Dus like even deze video en dan hopelijk is de volgende keer het wiet gegroeid.